licht en kleur. Het spectrum. Nou, het wit licht bestaat uit alle kleuren van de regenboog. Samen is dat dus wit. En als je het woord rogbif onthoudt, fantasiewoord, kun je kleuren in volgorde onthouden. Rood, oranje, geel, groen, blauw, indigo, violet. Indigo hoef je niet per se te onthouden. Nou, als er dus zonlicht op een regendruppel valt, wordt het eigenlijk een beetje uit elkaar gerafeld in rood, oranje, geel, groen, blauw, indigo en violet. En dan krijg je een regenboog te zien. Rood wordt het minst gebroken en violet het meeste. Als je een prisma pakt, dat is een glazen driehoek zeg maar, kan het van plastic zijn, maar een glazen werkt hier het beste, dan zie je ook dat rood het minst wordt afgebogen en violet het meest. Die kleuren samen zijn de spectraalkleuren, dus het spectrum van het witte licht. Als de zon eronder gaat, dan zie je dat de hemel rood kleurt en dat komt omdat rood het minst wordt afgebogen. Kijk je door een zakspectroscoop, dat is een buisje met een prisma erin, en dan kijk je naar zonlicht, dan zie je het spectrum van het zonlicht. Is het nou donker, en dan kijk je naar die lamp, dat is een natriumlamp, dan zie je alleen geel. Dus een natriumlamp bestaat uit zuiver geel licht. Ook een beetje oranje. Oranje. Nou, als een auto daaronder rijdt, verandert de kleur, dat zullen we dadelijk zien. Meestal is die dan donker, en dat kan gevaarlijk zijn eigenlijk. Er zijn natuurlijke en kunstmatige lichtbronnen. Natuurlijke lichtbronnen zijn in de natuur. Kunstmatige, die zijn door de mens gemaakt. Dus natuurlijke lichtbronnen, zoals sterren en de zon en een gloeiwarm, die hebben de mens niet gemaakt. Nou, hier staan de antwoorden, neem ze even door. Waarom zie je nou bijvoorbeeld groen gras groen? Als er wit licht opvalt van de zon, bestaat het uit alle kleuren van de regenboog. Het groene deel gaat naar je oog toe en de rest wordt geabsorbeerd door het gras. Daarom zie je gras groen. Alleen het groene deel komt bij je oog. Nou, hoe zit het nou met verschillende lampen? Dat is best lastig. Er zijn een paar regeltjes. Wit kaatst alle kleuren terug. Dus in alle gevallen krijgt het de kleur van de lamp. Zwart absorbeert alle kleuren en dat blijft altijd zwart. Dus die zwarte letter zal altijd zwart blijven. Het witte shirt krijgt altijd de kleur van de lamp. Heb je een rood voorwerp, kaatst het alleen rood terug. Maar het wordt lastiger als je bijvoorbeeld groen licht op een rood voorwerp hebt. Dan gaat het niet mengen, zowel bij verf. Maar wat er dan gebeurt is, rood kaatst alleen rood terug, maar dat is dan niet. En dan zal die donker worden, omdat die niks terugkaatst. Nou, we gaan nou eens dit shirt bekijken. Een rode lamp op hetzelfde shirt. Wit, we gaan eens kijken wat er gebeurt. Wordt rood, want het kaatst alle kleuren terug. Zwart blijft zwart, rood kaatst rood terug, dus zie je nog rood. Maar bij deze twee gebeurt iets bijzonders, het gaat dus niet mengen. Groen kaatst alleen groen terug, maar dat is er niet, dus kaatst hij niks terug. En blauw kaatst alleen blauw terug, dat is er ook niks, dus kaatst hij ook niks terug. Hij absorbeert alleen maar dat licht en dan zien we zwart. Nou, lichtbronnen geven dus zelf licht. En het licht gaat in rechte lijnen. De maan is geen lichtbron, want die weerkaatst het zonlicht. Een lichtbundel kun je niet zien. Je kunt hem wel zien als je er recht in kijkt. Of als het stoffig is of er zit veel waterdamp in de lucht, dan kun je het zien. Of een mist, allemaal druppeltjes. Een laserstraal ook. Gewoon de laserstraal zie je op zich niet, tenzij je erin kijkt. Of als die gereflecteerd wordt, bijvoorbeeld op de hand. Of zoals hier, als er wat rook wordt geschoten.